Ik hoop in eerste instantie dat iedereen natuurlijk genoten heeft van een welverdiende vakantie. Dat geldt voor leerlingen, dat geldt voor leraren, dat geldt voor schoolleiders, bestuurders, iedereen in die school en rondom de school. En we hebben een nieuw schooljaar met nieuwe kansen. Als ik zie waar scholen dan mee bezig zijn, dan is het toch eigenlijk elke keer diezelfde innovatieslag waar elke school op zijn eigen manier mee bezig is. Ja, en dan denk ik aan begrippen als hoe kunnen wij het onderwijs meer en nog beter richten op de talenten van die individuele leerlingen, zonder daarbij de sociale functie van de school en de wens van leerlingen om met elkaar samen te werken te veronachtzamen, want dat is iets wat echt één op één gaat. Al die dingen die met, zeg maar, maatwerk te maken hebben, die zie ik terugkomen. En nou, het is niet voor niks geweest dat we in het voorjaar dat thema van het maatwerkdiploma als een soort sluitstuk van deze beweging op de agenda hebben gezet. Ook de VO-raad realiseert zich dat welke innovatieslag een school en ook de sector als zodanig zou willen maken, dat dat niet kan als je docenten daar niet in meeneemt. Nou, we hebben aan het begin van het nieuwe schooljaar best nog wel een probleem op te lossen. Want er zijn wel eens een soort van kaders voor de nieuwe CAO. Er zit een forse loonsverhoging aan te komen. Dat is aan een andere tafel afgesproken. Maar die moet nog wel in de CAO voor het voortgezet onderwijs worden opgenomen. Dus ik hoop eigenlijk heel snel dat we in september een nieuwe CAO hebben, zodat die zorg is weggenomen en dat de leraren in het voortgezet onderwijs die forse loonsverhoging krijgen. Ik wens scholen toe dat ze echt in staat zijn om het onderwijs weer een stapje beter te maken het komend jaar. En dat kan onder andere door misschien nog beter kennis te nemen van de ruimte die er al is, die ruimte ook te benutten. En als je ergens tegenaan loopt, vertel het ons, want wij kunnen weer nog meer ruimte in Den Haag creëren.